vandaag zijn we in het Stanislas College in Delft. Op het Stanislas College zijn de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geclusterd. Ja. Oh. Cool. Samen vormen zij het systeem Nieuw. Welkom to Nieuw en Stanislas College! Yeah. In dit systeem kunnen de kinderen naar eigen keuze werken aan één van deze vakken. En als ze klaar zijn, halen ze een vinkje. Kinderen krijgen van ons één keer in de week een planner wat er die week af moet. En zij mogen zelf inroosteren wat ga ik doen, wanneer ga ik het doen, bij wie ga ik werken, heb ik hulp nodig, ga ik samenwerken. Wij deden bijvoorbeeld eerst vakken in 11 uur, dat doen we nu in 8 uur. We hebben een terugkommiddag waar kinderen dus of die hun taak nog niet af hebben kunnen komen werken, ze kunnen vragen komen stellen. Meneer, ik ben klaar met Nederlands. Kunt u afvinken? Oh ja, ik zie dat je alles hebt ingeleverd, ik zal een vinkje zetten. Ga je door met je volgende taak? Ja, dan ga ik wiskunde doen. Ja, ik merk wel een heel duidelijk verschil. In de oude situatie moest je echt heel erg aan de leerling trekken dat ze wat gingen doen. Terwijl ze nu juist uit zichzelf heel erg gelijk aan het werk gaan. Omdat ze die beloning graag willen hebben van dat ze de middag vrij zijn. Gewoon een nieuw vak. Maar de mensen die al klaar zijn, mogen al je naar huis. Ik doe ook wel mijn best en ik verdien ook wel een dagje vrij, vind ik zelf. Als je gewoon klaar bent met alles, waarom moet je dan terugkomen? Dan zit je daar toch voor niks. Het is geen strafmoment. Als ze straf krijgen, is het op een andere tijd. Dit is echt een werkmoment. Hey, pst, weet jij het antwoord? Gosh, je kijkt toch altijd bij me af. Vind je het efficiënt? Ja, het levert wel wat tijd op, want eerst moest je al die boeken sjouwen en dat soort dingen. En nu heb je alleen maar je tablet en je map nodig. Je mag hier blijven zitten, maar als je wil kan ook naar een andere ruimte. Als je heel veel dingen niet snapt, dan kan je beter naar een andere ruimte gaan. Behalve de 3 vaklokalen, waar tussen de leerlingen kunnen migreren, is er ook een stilteruimte. Doei! Doei.